Hoe begin je zo'n video? Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is een enige tijd geleden dat ik een video heb opgenomen. Maar het leek me de handigste manier om jullie even een update te geven over wat er gaande is in mijn leven. Zoals je aan de titel kan zien, super clickbait. Maar laat ik er maar meteen mee beginnen. Ik stop voor nu eventjes met fulltime streamen. En ik weet gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen met de redenen. Maar ik wil eerst vertellen dat eigenlijk streamen... Ik vind, soms zeggen, de community die ik heb opgebouwd, die we samen vormen, vind ik echt geweldig. Dus de Matsquad, ja, dat is, zal ik zeggen, de reden dat ik de afgelopen maanden gewoon iedere keer die start streamen knop aan heb geklikt. Dat ik verscheen iedere dag op je computer. En dat is echt omdat ik zoveel liefde voel voor de Matsquad. En ik ben heel dankbaar dat jullie er altijd zijn. En dat maakt me echt zielsgelukkig. Ja, maar dit is ook het enige waarom ik het nog aan doe. Want ik merk dat de laatste tijd, en dat kan komen doordat ik... omdat ik al zo lang in deze sleur zit en ik merk gewoon dat ik er niet meer gelukkig van word. Het in huis zitten, achter mijn computer, gamen. Het klinkt heel... Ik heb ook het idee dat ik me niet goed kan verwoorden wat er precies in me omgaat. Ik merk dat ik ook niet per se het achterste van mijn tong wil laten zien. Omdat er is gewoon best wel veel haat de laatste tijd. En ik wil de haters gewoon niet meer... Ik wil gewoon niet mijn kwetsbare kant aan mijn haters laten zien. Maar daardoor krijgen mensen die wel gewoon oprecht en lief met mij zijn, ook niet alles van mij te zien. En dat voelt heel gek. En het is in mijn kop gaan zitten. En ik blijf eigenlijk dag in dag uit. Ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. Ik blijf maar piekeren over wat wil ik nou. En die sparkle die ik vroeger had met streamen. De motivatie die ik had ook om unieke content te maken voor mezelf, die is een beetje gedoofd. En ik durf niet te stoppen, waardoor ik al een hele tijd een beetje aanmodder. En daardoor dus in deze flow blijf. En ik wil die cirkel doorbreken. En ik denk dat dat de oplossing is om dan eventjes een pauze te nemen. Dat kan ik natuurlijk niet. Dat snap je. Ik wil ook echt niet stoppen. Maar het is op het moment niet financieel haalbaar om zoveel te blijven streamen als dat ik nu doe. Dus ik moet gewoon lekker aan het werk. En ik ben een nieuw bedrijf begonnen binnen mijn eigen bedrijf. En dat is social media manager. Want ik vind het heel leuk om voor andere mensen content te bedenken, strategie te bedenken, zodat zij groeien als bedrijf. En dat vind ik heel leuk. Dus mocht je een social media manager zoeken, ik heb nog ruimte voor nieuwe klanten. Dus mocht je interesse hebben in een social media manager, I'm your girl. En ik vind het echt heel leuk om daarmee aan de slag te gaan. En daar gaat mijn hart op het moment iets harder van kloppen. Dus daar ga ik nu de aankomende maand in ieder geval me focussen. In de hoop dat ik dan vervolgens het streamen hobbymatig weer kan oppakken. Ik denk dat het tijdperk voorbij is dat ik fulltime stream. Het is onmogelijk geworden voor mij als moeder en als vrouw. En ik hou ook van mezelf, dus ik wil af en toe ook sporten en iets leuks doen. En dan bedoel ik niet thuis zitten achter mijn computer, wat wel leuk is. Maar ik moet soms ook echt eruit. En daardoor heb ik besloten om nu even tijdelijk de stekker er soort van uit te trekken. Dus aankomende 4 weken zal ik 1 keer per week streamen in plaats van 5 keer per week. Ik hoop natuurlijk dat jullie gewoon gezellig erbij blijven. Hoewel ik ook begrijp als je niet meer komt, omdat je teleurgesteld bent in dat ik niet meer fulltime stream. Ik ben wel heel erg dankbaar voor
dat je er altijd was. En ik hoop je nog heel vaak te zien in mijn streams. Ze zullen wat minder vaak zijn, maar ik hoop dat daardoor de kwaliteit van de streams verbetert. Dus leukere streams die leuker zijn om te kijken en ook onderwerpen waar we vol passie over kunnen praten, zodat we niet uitgepraat raken, wat soms nu het geval is. Dit is echt de allerslechtste video ooit, maar ik wil toch eventjes jullie op de hoogte stellen. Dus ik ga er ook gewoon nu over stoppen. Ik ga de video editen, even de us en a's eruit knippen. Ja, en misschien zie je wel content op andere platformen voorbij komen, maar misschien stop ik ook wel eventjes helemaal om. Ja, ik ben nog heel erg zoekende en ik hou ook een beetje nu mijn tranen in, dus laat ik er maar gewoon deze video een einde aan maken. Sorry voor iedereen die ik teleurgesteld heb en dankjewel voor iedereen die het begrijpt. Ja, dat was het. Dankjewel. En dit is niet het einde, dit is gewoon eventjes een break voor mijn mentale gezondheid. Doei!